Hallo mensen van mijn kanaal, welkom terug bij een nieuwe video. En dit is niet zomaar een video, nee, dit is een hele bijzondere video. Want we gaan iets doen wat we eigenlijk nog nooit echt hebben gedaan, behalve in livestreams natuurlijk. Wij gaan bezig met een Q&A. En dan denk je, Q&A, hebben mensen vragen ingestuurd dan? Ja, dat denk je dan, maar dat had je dus in moeten sturen om in de Q&A te komen. Dus die vraag ga ik dan ook niet beantwoorden. Ja, sorry jongens, ja, is niet anders. Dan is het niet anders. Oké, wij gaan naar vraag nummer 1. En vraag nummer 1 is van B-Lastingdienst. En B-Lastingdienst die vraagt... Ik zie dat je allemaal leuke projecten momenteel hebt waar je mee bezig bent. Heel leuk en zo. Maar waar haal jij dat geld eigenlijk vandaan? Ja, goede vraag, B-Lastingdienst. Ja, dat is strikt geheim. Dat mag ik niet zeggen. Want als je daar achter komt, dan heb ik problemen, denk ik. Ga maar niet doen. Nou, dat is antwoord op je vraag. Dan gaan we naar vraag nummer 2. Nummer 2 is van Antiek Limax. Antiek die vraagt... Hallo meneer Games, ik ben beginnend YouTuber en ik kijk heel erg tegen jou op. Nou kijk, Antiek, dat is natuurlijk helemaal mooi. Heb jij nog originele video-ideeën voor ons? Ja, die heb ik wel. Ik zou persoonlijk, zou ik een pizzeria beginnen in het centrum van Hendrik Ido Ambacht. Persoonlijk zou ik dat doen. En ja, die zou ik dan vervolgens onder water zetten. Ik denk dat je daar wel wat views mee kan halen. Dat vind ik een goede vraag. Oké. Gaan wij door naar vraag nummer 3. Vraag nummer 3. Oh, dit is een bekende kijker. Dit is Ricardo. Ricardo die vraagt aan mij. Dankjewel voor het geld. Maar ga jij nog bulk battles met kijkers doen? Ja, Ricardo, dat vind ik een hele lastige vraag. Ja, misschien een keertje. Weet je, misschien komt er een keer een kans dat ik dat ga doen. Maar voornamelijk ben ik nu bezig met allemaal leuke projecten. Dus ja, helaas ga ik dat even nog niet doen. Maar weet in de toekomst, als ik weer wat meer kijkers heb. Wat wordt dit minder? Abonneer even en like nou ook eventjes. Dat algoritme is heel naar, jongens. Nee, mijn video's zijn gewoon niet interessant genoeg. Vraag nummer 4 is van Jan Dino als piraat. Hij zegt, yo man, ik ben piraat. Zoals je weet... En er is dus heel veel vis in de zee. Maar heb jij er al een aan de haak geslagen? Jan Dino die vraagt dus naar iets... iets uit mijn privé. En dat mag, hè? Dat mag je soms vragen. Maar hij vraagt ook iets onrelevants. Hè? Dat is momenteel even niet aan de orde. Dan gaan we al door naar vraag nummer 5. En vraag nummer 5, dat is de laatste vraag. En Dion vraagt... ik zit in general, kom je kal? Ja, is goed man.